Welkom allemaal bij weer een nieuwe video van hoofdstuk 2, paragraaf 2.2, het is oneerlijk verdeeld. Hebben we hebben het natuurlijk al uh, bij de inleiding gehad van hoofdstuk 2 over de Franse revolutie. Daar gaan we vandaag uh, verder naar kijken van waardoor komt er op een gegeven moment een revolutie en waarom zijn de mensen zo ontevreden. En nou, als we kijken naar ons land, uh, Nederland, Het was in de 17e en 18e eeuw een republiek, dus daar was geen koning aan de macht. En in die periode was dat best wel heel erg bijzonder. Want in andere Europese landen waren er machtige vorsten aan de, aan de macht. Dus koningen. Bijvoorbeeld zoals koning Lodewijk waar we het vandaag over gaan hebben. En die koning die regeerde absoluut. En vandaag gaan we kijken wat betekent het absolutisme. En uh, als een koning dus zo regeert. En wat voor uh, kritiek komt daar op een gegeven moment op? Nou, nog even terug naar uh, wat je misschien nog weet van de vorige les. Check even voor jezelf of dat je dat nog weet. En anders moet je dus wel even weer terugkijken uh, om goed bij te blijven. Nou, de titel die zegt het eigenlijk al: Het is oneerlijk verdeeld. En dan kijken we naar deze afbeelding. Op deze afbeelding zien we drie mensen, maar één iemand. Nou, de derde stand die zit helemaal onderaan en die moet eigenlijk de lasten van de eerste en de tweede stand uh, dragen. De samenleving is dus verdeeld in verschillende standen. Um, nou, de onderste stand is dus hè, de ambachtlui, burgerij, de boeren. Die hebben het hier het zwaarst eigenlijk. Die man uh, die is oud, die heeft echt een, uh, ja, alles moet hij dragen, want ze zitten allemaal op zijn rug. De tweede stand zit er op zich daar prima bij. De adel, dat zijn ook de belangrijke mensen van de samenleving. De middelste uh, grote groep, de onderste groep is het grootst, uiteraard. En degene die bovenop zit, dat is de eerste stand, dat is de geestelijkheid. En zo is dus die samenleving uh, in Frankrijk op dat moment dus heel oneerlijk. Op een gegeven moment zijn er dus ook hè, Lodewijk, die heeft schulden, uh, want hij wil oorlog voeren enzovoort. De staatskas is leeg. En elke keer wordt die derde stand, die boeren, de armste stand. Wordt elke keer aangeklopt. Hey, we willen nog meer belasting. Je moet nog meer dit doen, je moet nog meer dat. Uh, dus vandaar de titel oneerlijk verdeeld. En daar moet op een gegeven moment men dus van het volk komt daardoor dus in opstand, want die wil dat het juist gelijker is en niet meer dat je drie verschillende standen hebt. De Franse koning Lodewijk de XVI had vrijwel eigenlijk alle macht in Frankrijk en um, ja, hij liet de hoge edelen bij zich in zijn paleis in Versailles wonen. En die gaf hij allerlei taken en, en zo hield hij eigenlijk die mensen eigenlijk een beetje in bedwang. De koning had wel ambtenaren en ministers, maar eigenlijk bepaalde hij wat die allemaal moesten doen. Dus uh, de staat hier ook. De koning hoefde bij niemand zich te verantwoorden. Hij regeerde absoluut. Dus helemaal in zijn eentje. Uh, hij geloofde erin dat hij uh, ja, door God aangewezen was om op de aarde te regeren. Uh, en ook alleen hij wist wat voor heel het land dan goed was. En zelf hoefde hij zich dus aan niemand te verantwoorden. Het gewone volk had bijna niks te vertellen en mocht vrijwel geen kritiek hebben. Ja, anders liep het slecht met je af. Uh, die manier van regeren heet dus het absolutisme. Dat is echt een belangrijk begrip die je ook echt heel goed moet weten. De koning, koningin en de edelen die leefden in een grote rijkdom. Ook de ministers hadden vaak een eigen paleis. Hoge geestelijke, de mensen van de eerste stand hadden het ook heel erg goed. Maar dan dus het gewone volk, de derde stand, had helemaal niets te vertellen. als het heel slecht. En er werd ook vaak bij aangeklopt als er geld nodig was. De derde stand dus... Uh, alle paleizen, feesten, uh, schulden, geld voor oorlogen, dat werd allemaal gehaald bij de Derde Stand. En dat is eigenlijk heel krom, want dat is de allerarmste stand van de samenleving. Uh, die hadden het dus ook heel erg zwaar. En de derde stand, die vond het enorm oneerlijk dat zij maar moesten betalen en niet mee mochten beslissen. Hè? Want dat is ook nog eens iets. Kijk, ze moesten betalen. Maar ja, als je daar nog voor mee mag beslissen, heb je nog zoiets van, nou oké. Okay. Maar zelfs dat mochten ze niet. Nou, hier een uh, afbeelding uit de middeleeuwen laat het ook zien. Uh, hoe dat dan is verdeeld. Maar dan zie je dus eigenlijk in de vissenkom. De derde stand zijn de meeste vissen. De tweede stand zijn er twee, iets minder in de eerste stand dat zijn er eigenlijk al helemaal weinig nou, ruzie. Aan het einde van de 18e eeuw had de derde stand het slechter dan ooit. En net zagen we dat eigenlijk al. Zowel in 1788 als in 1789 mislikten beide oogsten. Dat betekent dat de mensen dus geen eten hebben. Uh, het brood werd daardoor duurder, want er was maar heel erg schaars. Er was weinig werk. En miljoenen Franse boeren leden dus eigenlijk honger. Bij was het dus ook nog eens dat de Franse schatkist le leeg raakte. En de koning realiseerde op een gegeven moment wel van nou. Waar niks te halen valt, kun je dus ook niks uh, van krijgen, want die derde stand heeft gewoon niks. Uh, hij wil wel extra belasting heffen, maar ja, je kunt er niks halen. En op een gegeven moment begreep hij dat dan dus ook. En toen vond hij dat dit keer de edelen en de geestelijkheid mee zouden moeten betalen aan de Franse, uh, ja, als zijn schatkist leeg was. Uh, maar hiervoor had hij echter toestemming nodig van de drie standen. Nou, dat deed hij in 1789. Toen riep de koning de drie standen bij elkaar in de grote vergadering. Dat was eigenlijk al een hele lange periode niet meer gebeurd, namelijk 175 jaar. En de koning die hoopte dat de standen hem zouden helpen bij het oplossen van al zijn geldproblemen. Uh, maar de vergadering verliep eigenlijk heel anders. De drie standen kregen allemaal ruzie met elkaar. De alo en de geestelijkheid wilden geen belasting betalen. De derde stand eiste ook bloed in het bestuur. Want ja. Ze telde toch ook mee, ze leefde ook in Frankrijk en de wei koning weigerde dat eigenlijk toe te geven. Nou, Boos verliet de derde stand de vergadering en het werd dus niet opgelost. Hier gaan we dus ook de volgende paragrafen, gaan we daar dus nog over verder. Maar dit is dus even uh, eigenlijk de oorzaak van de Franse revolutie. Dus na deze, in deze paragraaf heb je dus geleerd van, nou, hoe zijn die standen nou eigenlijk verdeeld? Waarom komt een derde stand op een gegeven moment ineens in opstand? Nou, dat is omdat ze achtergesteld worden. Elke keer moeten ze maar meer belasting betalen. En eigenlijk in deze laatste dia op een gegeven moment hebben we dus een knelpunt. Er gaat enorm veel fout. Mensen hebben honger. Er zijn misoogsten. De schatkist is leeg. Nou, drie standen bij elkaar, maar de koning wil dus niet erkennen dat die derde stand ook recht heeft op meebeslissen. Want hij vindt, hij vindt eigenlijk die derde stand gewoon te min. Dat zijn boeren. En ze verlaten de vergadering en het wordt van kwaad tot erger in de volgende paragrafen. Dan hebben we hebben nog een laatste dia: dat gaat over directe en indirecte bronnen. Dat is het, uh, ja, het grijze uh, vlakje. Ook heel erg belangrijk om te leren voor je toets. Een directe bron is namelijk iets wat direct uit de tijd zelf komt. Dus een directe bron zou bijvoorbeeld zijn een brief van Lodewijk XVI. Die hij zelf heeft geschreven. Hij was dus zelf in die tijd. Um, dat is een directe bron als we dat nu hebben. Een indirecte bron is als ik jullie bijvoorbeeld een filmpje laat zien over Marie-Antoinette. Een indirecte bron. Ik was er namelijk niet zelf bij. Diegenen die dat spelen ook niet. Dus ze weten niet 100% zeker hoe dat is gegaan. Het is niet een film uit die tijd. Dus een film van Marie-Antoinette is bijvoorbeeld een indirecte bron. Dit waren dus de oorzaken onderliggende hè, oorzaken van de Franse Revolutie. In de volgende paragrafen gaan we daar verder op. Uh, Mochten jullie nog vragen hebben, laat ze hieronder even achter. Of vraag het in de klas nogmaals even aan je docent. En uh, nou, tot het volgende filmpje weer. Doei!